Holly is heel creatief kaas aan het eten. Met een wimperkruller is zij het haar af aan het schaven en dan steekt ze het zo in haar mond. Hey guys, good morning en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag, super slecht weer buiten en ik ga even werken thuis. Ik werd echt wakker met hele opgezette kleren en keelpijn en oorpijn. Dus ik hoop dat dat niet gaat doorzetten. Oké, ik vergeet elke keer te filmen wat ik eet. Heel veel mensen vragen daar dus om. En ik vergeet het gewoon elke keer. Ik ben er niet zo goed in. Wat heb ik op? Ik heb vanochtend 2 boterhammen avocado op en een banaan. Het gaat heel slecht met niet snoep eten, zoals jullie weten. Gisteren heb ik een hele zak M&M's op en een zak chips en chocolate chip cookies en een zak drop na mijn avondeten nog. En vanochtend heb ik 2 of 3 boterhammen op met avocado en een banaan. Nu ga ik lunchen en ik heb 2 boterhammen met pindakaas. Dat vind ik zelf nog wel een soort van gezond. En ik heb dus dit. Ik weet dus niet of dit nou gezond is of niet. Ik heb zo'n vitamine C bruistablet. De meningen zijn er echt over verdeeld. Dus ja. En nog iets anders. Ik krijg heel vaak te horen dat mensen het leuk vinden om te zien dat ik heel vaak film op shoots. En dat mensen het dan leuk vinden om te zien het resultaat ervan te zien. Dat ik met linkjes deel. Nu heb ik het resultaat nog niet in deze foto's. Zijn dus allemaal ongeedit. Maar ik kreeg net de foto's binnen van dat project in... Iemand FaceTime mij, Monica. In Duitsland. Ik ga even opnemen. Maar ik zal het zo laten zien. Ik weet niet of ik dit eigenlijk allemaal mag delen. Maar ik doe het lekker toch. Want het is allemaal ongeedit. Al die looks ga je dan dus binnenkort ook shoppen. Best wel leuke outfits. Het lijkt wel of mijn haar een helm is op die foto's. Zien jullie niet? Ik heb in ieder geval 20 outfits geshoot. Dit zijn allemaal alle originele foto's. Nou, dit is die jurk. Die wil ik echt per se hebben. Oh, waar gaan we heen? Waar waren we? Ook leuk die, oh, die trui van Villa. Dit is ook leuk met die ballonnen. Was ook een hele mooie jurk trouwens. Ik weet niet of ik was echt wel zwanger daar. Zwanger van een food baby. Ja, dus dat. Ik zit in de auto gezellig bij Mo. En tennissen. Ik hoop alleen dat het gaat met die vinger. Yep. Ja, heerlijk. Tennisbaan op. Let's go. 5, 2, 1. Oké, wij zijn klaar. En het ging best wel goed. Toch Mo? Ja. Jij ging echt heel goed vandaag. Zeker best wel lekker. En nu was het onze laatste les. Ja. Jammer. Ik vind het ook jammer dat ze snel voorbij is. Ik wil eigenlijk 2 uur tennissen. Ik ook. Het is zo grappig. Als je naar fitness gaat, dan denk ik echt van... Mag ik dood? Zit er bijna op en ja. Dan kijk je op je telefoon, heb je pas 3 minuten erop zitten. Bij dit vind ik het zo jammer. En dit is echt een uur, denk ik echt. Maar het begon net een beetje goed te gaan. Moeten we weer stoppen. Ik kom thuis. En Bibi heeft allemaal kleding van mij aan. Die jij heb ik graag gegeven aan jou. Die broek... Ja, valt nog over de twijfel of ik die nou gegeven had of dat jij die gewoon aan jezelf had gegeven. Ja. I like it. Ik heb net zulke leuke nieuwe kleren op Brandy Melville gezien. Heel leuk trui die ik ga bestellen. Die mag je dan ook lenen. Ik ga het je zo laten zien. En jij? Ik kan niet meer, echt niet. Ik ben zo jetlagged. Het is echt... Hoe lang heb je geslapen? Van 12 tot? Hoe laat is het nu? Ik heb gisteren van 12 tot 7 geslapen. En toen... Dat is best wel lang. Ja, toen heb ik van... 10 tot 12, maar toen kwam er ook een installateur, die heeft hier iets om gedaan. Oh, ik heb nog slecht nieuws over iets, maar goed. 10 tot 12, maar toen, ik ben uiteindelijk om 12 uur weer in bed gestapt. Je hebt een pluis op je hoofd, die moet ik er echt af. Dus toen heb ik nog tot 3 uur vandaag geslapen. Ik ben aan het koken, de vegetarische pasta. En Olly is echt een babypuber bij vandaag, moet ik zeggen. Zit op het aanrecht. En ze is echt not amused. Moet van alles en nog wat. Okay.
Ja, ik ga dus die pasta maken. Ik kreeg net wat pakketjes van dat Pidi Paola. Die wilde mij bedanken omdat ik die oorbellen zo vaak draag. Heb ik deze ring gekregen? Sorry als je hem niet goed kan zien. Nou, lukt niet. En deze ring en deze oorbellen. Ja, K is voor jou, die K. Kaas. Ciao, kaas. En Sander die is bij, heet dat? Ik weet niet precies hoe het heet, dokter Zink. Die ging een infuus, zo'n gezond fit zijn infuus doen. Maar misschien kan hij er sowieso meer over vertellen, want ik weet niet. K. Ja, mama heeft ook K. Ik weet niet precies wat de bedoeling was. Happy. Ik was in ieder geval, ga door met koken. Oh wacht, ik heb nog twee leuke dingen gehad. Doe maar Happy niet gehad. Dat ligt boven, nevermind. Ja, ik zie jullie zo. Holly is heel creatief kaas aan het eten. Met een wimperkruller is zij het eraf aan het schaven en dan steekt ze het zo in haar mond. Wauw, is dat jouw lepel? Goed zo. Oh! Oké, Holly is naar bed. En ik moet nog even voor een gesponsorde Instagram post een foto maken. Baby gaat me even helpen. Ik heb een idee, maar ik weet alleen niet of het gaat lukken. Want het is 9:30 of zo al. En ja, ik weet het, maar het is niet anders. Ja, er zit een rare waas op de camera. Ik weet niet of het licht nog hoog is. Hier zien jullie de leftovers van mijn Instagram fotopoging. Ik zal zo even kijken of het gelukt is. En hier de rotzooi die ik ga opruimen nu. En terwijl het bad aan het leeglopen is, ga ik een haarmasker in doen. Even kijken. Waar is die ik van de week gedaan? Ik ga die overnight repairing doen. Ja. Die ruikt niet heel lekker, maar ik heb wel het idee dat hij wat doet. Lekker door mijn hele haar. Eigenlijk moet ik nog hoger beginnen, want alles is droog. Ik had een aantal mensen gevraagd van wat moet ik doen om mijn haar langer te laten groeien en gezonder te laten worden. En heel veel mensen hadden gezegd geen hitteproducten gebruiken. Maar ik gebruik oprecht max 2 keer in de week hitteproducten. En ik denk met mijn werk en wat ik doe dat dat best wel weinig is. Wow, de lucht is ziek. Wacht. Kijk zo. Zo mooi. Anyways, ik ga verder met die moisturizer. Wow, het wordt steeds mooier in mijn haar doen. En ja, dan ga ik zo even die foto editen en dan ga ik lekker naar bed. Ik moet eigenlijk een blogpost schrijven, maar dat maak ik morgenochtend. Nee, morgenochtend. Ik heb morgen zoveel afspraken. Ik heb morgen echt geen tijd. Kijk, ik heb hier erin. En ik heb al vanaf maandag, het is nu donderdag, geen foundation gedragen. En het weekend ook, het hele weekend niet. Dat vind ik ook best goed. Ik hoop wel dat ik daar ooit resultaten van zie van die opoffering. Om zo weinig make-up op mijn gezicht te dragen elke dag. Ik denk wel dat ik er echt beter van word als ik dat doe. Maar we'll see. Zo, helemaal onder zit het. En dan morgenochtend was ik het eruit. En ik doe even een haargroeiding van Keune erin. Ik weet niet of het werkt, want ik gebruik het pas net. Maar ik hou jullie op de hoogte. Ik ga lekker naar bed. En ik heb een nieuw programma te kijken. Ik weet nog niet of ik het echt leuk vind of niet. Maar het heet... het is echt zo'n typisch Amerikaanse Kardashian-achtige show. Alleen dan anders. Het heet Million Dollar New York Listing. En dat gaat over makelaars in... Auw, New York. Ik heb zo'n keelpijn, kan nauwelijks slikken. Het doet super pijn aan mijn linkeroor als ik slik. Echt niet normaal. Maar ik heb allemaal keelsnoepjes. Dus dat ga ik kijken. Het is zo'n Bravo show van Bravo. Ik weet niet of jullie dat kunnen kijken, maar ja. Dat ga ik dus even kijken. Kijken of het wat is. En ja, dan ga ik lekker slapen. Dus ik ga de vlog van vandaag afsluiten. Ik hoop dat jullie het toch leuk vinden om elke dag vlogs te kijken. Let me know. En ja. Dan zie ik jullie morgen weer. Morgen is vrijdag. En een lekker weekend. Tot de volgende.